Klimaatverandering in Nederland. Wat kan er gebeuren? Ons land. Verdeeld in 95 dijkringgebieden. We wanen ons veilig. Want eens in de 10.000 jaar, dat lijkt zo ver weg. Maar dat kan ook nu zijn. Dit is wat een perfecte storm aan zou kunnen richten. Het zwarte oog van de orkaan ligt op de loer boven de Noordzee. Of en wanneer ze toeslaat, weet niemand. Hoog water in de rivieren, springtij en een zeer zware noordwesterorkaan, plotseling draaiend naar het zuidwesten. Het gaat als eerste mis in Zeeland. Dan Katwijk, Den Helder en zelfs bij Lelystad. Onze veilige verdedigingslinies van dijkringen doorbroken. De meeste dijkringen zijn klein van omvang. Dit is een van de grootste en meest kwetsbare van ons land. Dijkring 14. De vier grote steden. Het Westland, de Tweede Kamer, het economisch hart, straks onder water. Zelfs 48 uur na de dijkdoorbraak blijft het zoute water de badkuip instromen. Honderdduizenden mensen in paniek. Schiphol, onbereikbaar. Vluchten via de snelwegen is onmogelijk, want alle wegen en opritten staan onder water. Niet alleen het gebied binnen Dijkring 14 wordt getroffen, maar ook Zeeland. Noord-Holland en Flevoland. Overal blijft het water stromen, zelfs een week na de eerste doorbraak. De schade loopt op tot 121 miljard en bijna 2,3 miljoen inwoners zijn getroffen. Het aantal doden wordt geschat op ruim 10.000. Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren. Maar rivieren krijgen steeds minder ruimte, ingeklemd tussen steeds hogere dijken. Terwijl achter de dijken het land daalt. Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen, gaan wij de rivieren meer ruimte geven. Zo zorgen wij voor de veiligheid van circa 4 miljoen mensen. Op meer dan 30 plaatsen langs onze rivieren wordt gewerkt aan die ruimte voor het water. Als we de dijken landinwaarts verleggen, worden de uiterwaarden breder. Uiterwaarden kunnen ook worden afgegraven. Daardoor heeft de rivier meer ruimte om het water af te voeren. Maar we kunnen ook het zomerbed van de rivier verdiepen. Ribben stuwen bij hoogwater de rivier op. Door ze te verlagen kan het water sneller doorstromen. Een hoogwatergrul is een bedijkt gebied dat aftakt van een rivier om een deel van het water via een andere route af te voeren.
Als de stormvloedkeringen gesloten zijn, terwijl de rivieren veel water afvoeren, gebruiken we een tijdelijke waterberging. Deze oplossingen samen vormen het programma Ruimte voor de rivier. Goed voor onze veiligheid, maar ook goed voor de ruimtelijke kwaliteit van het rivierenlandschap. Binnen Ruimte voor de rivier is ook ruimte voor innovatie. Zo komt in de overdiepse polder de terp weer terug. Het grootste deel van deze polder wordt doorstroombaar bij hoogwater. De boerderijen hier worden beschermd door een verhoogde ligging. Nijmegen krijgt een eiland. Door de Waal een extra geul te geven, ontstaat er hier een heel nieuw stedelijk gebied, omarmd door water. En bij de Hondsbroekse Plei zorgt een nieuw regelwerk voor de waterverdeling tussen Rijn en IJssel. Deze projecten zijn een onderdeel van de keten van maatregelen die nationaal onze veiligheid garandeert. Een goede en zorgvuldige samenwerking van de Rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven en burgers is daarbij van groot belang. Dit alles maakt dat Ruimte voor de rivier internationaal in de belangstelling staat. Ruimte voor de rivier is hoogwaardig en innovatief watermanagement. Daar zijn wij altijd goed in geweest. En dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.